Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat nieuwe en oude Vlamingen zich er thuis voelen? Wat zegt de wetenschap? Om allerlei redenen komen mensen uit allerlei hoeken van de wereld in Vlaanderen wonen. Vandaag heeft 1/5 van de Vlaamse bevolking een migratieachtergrond. In een grootstad zoals Antwerpen komen we dicht bij de helft van de bevolking. En over 2 generaties zal de burgemeester van Antwerpen een Marokkaan, een Turk of een neger zijn. Ondanks het feit dat Vlaanderen al meer dan 50 jaar een immigratieregio is, zijn de negatieve houdingen ten aanzien van diversiteit wijdverbreid in de samenleving. Al nemen die cijfers de jongste jaren langzaamaan af. Kunnen mensen met heel diverse achtergronden goed samenleven? Dat is een heel relevante vraag. En het antwoord is solidariteit. Solidariteit veronderstelt dat we iets gemeenschappelijks hebben. Vaak wordt dan teruggegrepen naar een nationale cultuur, de waarden en normen die we met elkaar delen, geworteld in een gedeeld verleden, of althans de perceptie daarvan. Er zijn dit jaar geen stoute kinderen. Dit is hoe we in de 19e en de 20e eeuw solidariteit hebben leren organiseren. De idee dat je vooral solidair moet en kan zijn met mensen die cultureel zijn zoals jou, zitten ook diep ingesleten in de hoofden van veel burgers. De toenemende etnische en culturele diversiteit daagt ons nu uit om solidariteit anders te gaan organiseren. In een samenleving als de onze kunnen we er niet langer van uitgaan dat iedereen zomaar dezelfde waarden en normen deelt. En een gedeeld verleden is er evenmin nog. We kunnen onze samenleving niet samenhouden als we niet leren solidair te zijn over culturele grenzen heen. Hebben we dan niks gemeenschappelijks? Toch wel. Op die plaatsen waar mensen in diversiteit samenleven, merken we dat er nieuwe vormen van solidariteit en diversiteit ontstaan. Mensen delen er vaak geen verleden of geen cultuur, maar door samen verantwoordelijkheid te nemen voor de plaats waar ze samen wonen, werken, leren en ontspannen, ontstaan er nieuwe vormen van solidariteit over de culturele grenzen heen. Ook al moeten we vaststellen dat mensen van verschillende etnische origine nog vaak gescheiden van elkaar wonen en werken. Het antwoord is ja. Gemeentebesturen kunnen best diverse groepen ondersteunen om gebruik te maken van de publieke infrastructuur zoals gemeenschapscentra. En om zoveel mogelijk diverse groepen mee te krijgen, mee te laten participeren in het verenigingsleven. Lokale politici vermijden ook best forse taal die de culturele verschillen benadrukt. They bring in drugs, they bring in crime, they're rapists. Dat klinkt wat soft, maar we weten gewoon dat de focus op een gedeelde toekomst beter werkt. Lokale besturen moeten ook lokale projecten opzetten waar samenhorigheid gecreëerd wordt. Hoe kan dat? Wel, die initiatieven zetten een gemeenschappelijke doelstelling voorop, waarvoor ieders inzet en competenties nodig zijn om ze tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld een jeugdbeweging waar jongeren met migratieachtergrond betrokken worden om samen te experimenteren met hoe de organisatie aantrekkelijker gemaakt kan worden voor hen. Een solidair woonproject waar bejaarden en vluchtelingen samen zorg dragen voor hun thuis en voor elkaar. Maar zorgt dit dan ook effectief voor solidariteit? Jazeker, want het creëert samenhorigheid. Veel meer dan telkens opnieuw mensen te vragen zich aan te passen aan Vlaamse waarden en normen. Uiteraard, in die gedeelde projecten wordt er ook vaak gesproken van meningsverschillen, zelfs ruzie gemaakt over verschillende waarden en normen, over verschillende culturele gebruiken. Alleen gebeurt het daar vaker pragmatisch. Vanuit wat nodig is om op die gedeelde werkplaats en in die gedeelde woonplaats om samen de plaats aangenamer te maken, om ze beter te laten functioneren. Waarden en normen worden er niet eenzijdig opgelegd, maar onderhandeld. In welke projecten stappen jij en je gemeente mee om solidair te zijn en om ervoor te zorgen dat oude en nieuwe Vlamingen zich thuis voelen?